Deze keer in de lolligste lekker spelen momenten. Ik wil er niet eens over praten, ik kan er echt boos over. Ik wil niet met je vrijen, maar ik hou je nu wel dood. Nou, ze blijven in ieder geval wel kakelen, hè? Dan kunnen ze wel. Team. Kut. Okay. Boom, tjesak, boom, boom, tjak. Dit is Peetje en dan weet je toch. Welkom bij de Zakendeals presentatie 2021. Geen gele room, geen deal. Dank u wel, ga zitten. Dames en heren, dank u wel. Welkom bij de Zakendeals-presentatie 2021. Ga gerust zitten. Dank u wel, ga gerust zitten. Dan kunnen we zo snel mogelijk beginnen. Want jullie weten het, de industrie groeit snel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Jongens, dank jullie wel. We zijn hier voor de presentatie 2021 Zakendeals. We gaan het vandaag hebben over die papflappies van de Deense supermarkten. Wat zijn die papflappies nu waar ik de hele tijd over hoor? Ik weet het nog goed. 7 jaar geleden, alsof het de dag van gisteren was. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de papflap. Peter kwam binnen. Hij plofte dat lekkere bakkie op het aanrecht. Ik kijk naar binnen. Ik maak dat doosje open. En ik wat is dit nou voor gekkigheid? Dat heb ik nog nooit in mijn leven gezien. Er zit gewoon een rare driehoek gebakkie met wat roze glazuur. Dan ziet er een beetje uit als een tompoes. En dan word ik helemaal niet blij van. Tompoes vind ik helemaal niet zo smakelijk. En Peter zei, nee, rustig maar. Dit is de Deen. Deen die kan bakken als de beste. Die heeft een bakker daar rondlopen. Die gaf een knikje aan me toen ik, die bakker is goed. Tuurlijk, jongens. Mag best applaus. Ja, daar mag natuurlijk een best applaus voor gegeven worden. Tuurlijk, ja. De bakker van de Deen is gewoon echt een topgozer. En die heeft niet gedaan. Natuurlijk. Nou, ga rustig zitten, hè. Niet te snel. Dus, oh. Sommige mensen gaan heel wild zitten. Oké, maar de bakker die gaf een knikje aan Peter, zei hij. En toen wist hij dat het goed zat. En was dat op de verpakking? Wat waren het voor dingetjes? Hij vroeg aan Peter, wat is er voor gekkigheid? En Peter zei het vol trots. Dit zijn die Belgische papflappies. En ik zie het. En volgens mij zit het wel goed. We pakken maar uit. Allebei eentje. Echt een flinke handvol. Ik nam mijn eerste hap. Wat proef ik? Dit is echt een sensatie van smaken al in mijn mond. Het is een bladerdeeg met een slagroom. Met een beetje appel. Met een gele room met glazuur erbij. En dat is een combinatie. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, dat is een combinatie waarvan je denkt van... Dit, wat is dit voor heerlijk? Ja, tuurlijk. Gele room. Die gele room is lekker zijn room. En heel veel mensen weten helemaal niet wat het is. En dan denk ik van, hey, dit is gekkigheid. Wij hebben er 7 jaar geleden intens van kunnen genieten. En toen werd er abrupt van ons afgenomen. Die papflappen waren uit de winkels gehaald. Zeg het ze. En daar ben ik niet blij mee. Het was het lekkerste dat ik ooit in mijn mond heb kunnen hebben. En ze geven het aan me en ze pakken het ook weer af. En hoe kan je dit afnemen van de mensen? Hoe kan je dit, zo'n gele room volgevulde papflappie, hoe kan die afnemen? Ja, natuurlijk, ga rustig zitten hoor, maar ik snap er helemaal niks van. Voordat iedereen een hapje heeft kunnen nemen van een Belgische papflap, zijn ze weer van ons ontnomen. En daar komt misschien nu verandering in. Peter? Voordat we dat natuurlijk zeggen, zijn ze ook een keer... weer teruggekomen, oh, natuurlijk. Ja, ja. Ik ging daar niet over, hè. Daar ga je toch niet over beginnen, hè? Tuurlijk moet ik toch met die feitjes op een rijtje komen voordat we beginnen, ja. Voor de mensen thuis, die moeten, voor de mensen in de zaal, die moeten weten hoe het zit. Ze werden een keer teruggebracht naar het grote succes. Hij kwam terug, maar wat zag je? Dat handje werd niet langer gevuld. Ik kon hem met 2 vingertoppies oppakken en dat was echt een klein... Dat is echt een papflappie. Een papflappie. We hebben niet met een papflap te maken, zo'n lekkere papflap jongen. Nee, een papflappie. Die papflap die ik kende, herkende ik bijna niet. Was dit wel dezelfde bakker? En als je je dat af gaat vragen, dan weet je dat er iets heel erg goed mis is. Tuurlijk was het die papflap. Tuurlijk, het was een passie, het was een droom. Dus dan ben je blij met wat ze je geven. Omdat die originele papflap er niet meer was. Vandaag komen we met goed nieuws. Althans, een voorstel vanuit Deen Supermarkten. Met het volgende bericht.
Timon. Dankjewel, Peter. Wij hebben vernomen op het internet een bericht. Een bericht van Deen Supermarkten. De maker van de originele Belgische papflap. En natuurlijk ook die mini papflappies. En ze zeiden dit. Heerlijke spelen. Wij dagen jullie uit. Bij 10.000 likes halen wij de geliefde snack voor de allerlaatste keer terug. Liken maar. En daaronder het plaatje zie ik... Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk, dankjewel. En de papflappie. Voor de Mals en Makkers en papflappie. En dat ziet eruit als goed nieuws. Niet fluiten. Niet fluiten. Doet zeer aan mijn oren. Nu komen ze met het voorstel. 10.000 likes en ze brengen de papflap terug. Is het de Belgische? Is het de kleine? Daar weten we nog helemaal niks van natuurlijk. Ik wil hier wel eventjes iets aan toevoegen. Ja, tuurlijk. En het is belangrijk om te zeggen dat dit geen sponsorship is. Dit is geen samenwerking. Dit komt gewoon uit het niks. Ja. Dit is een goed plan. En ik zie iedereen hier al... Ja hoor, ik hoor Jullie willen, Jullie waren een beetje verlegen, maar ga dan gewoon weten. Jullie willen dat Flappy terugzien. En jullie weten als geen ander. Dat is een deal, die moet je eigenlijk gewoon grijpen. Maar wij weten ook allemaal onderling. Wacht eens eventjes. Wij zijn hier zakenmannen onderling. Wij weten hoe dit werkt. Ja. Zo'n eerste aanbod via Twitter, Facebook, wat het ook mag zijn... Dat kunnen we wel zien, maar dan hoef je niet gelijk je hand te drukken. Timon, aan jou het woord. Wat we hiermee doen. Ja, en we gaan natuurlijk niet op het voorstel indirect. Ja, dankjewel Timon, jongens. Applaus voor Timon. Dankjewel. Wat we natuurlijk willen zeggen, we gaan natuurlijk niet... Oh, mooi het voorstel ook is. We gaan natuurlijk helaas niet akkoord. Akkoord met het voorstel. Ik zie verwarring ook in de zaal. We gaan niet akkoord. Maar wij zijn de minste niet. En wij willen jullie niet die papflapjes ontnemen. Want sommige mensen, die hebben nog nooit een hand van een papflap gehad. En moet je dat voorstellen? En dat raakt mij dus wel in mijn hart. Ja. En dat is een passie van mij. Dat iedereen in Nederland een papflapje kan proeven in Nederland. Ja, ga staan. Of misschien in de wereld. Want dit kan het deels niet aandoen. Dankjewel. Ga zitten. Oh, niet zo snel. Rustig, pas op. Zoek voor je rug. Ons countervoorstel. Tuurlijk gaan we niet gelijk akkoord. En hebben we een tegenbod. Het eerste punt. Wij willen niet op Twitter, wij willen niet op Facebook. Wij willen naar Instagram. En we willen 5000 likes. 5000 likes. 5000 likes, niet meer, niet minder. Ja, maar het is minder, is juist. Maakt niet uit. Geen 10.000. Geen 10.000. Instagram 5000. Post. 5000 likes. En dat is gewoon haalbaar. Geen stervende platformen. Instagram. 5000 likes. Dank u wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Ga lekker zitten. Ga zitten. Nu. Dat is niet alles. Als het zo makkelijk was, dan waren die papflappies nu terug. Maar wij moeten doorgaan. We moeten meer willen. We kunnen meer vragen. Ja, tuurlijk. Ons tweede. Ja, maar dit is een belangrijke. En dan zie je dat wij... Wij halen hier verder niks uit, behalve zo'n lekker gevuld mondje. Ja, tuurlijk. Het buikje moet gevuld worden. Lekker rammelen maar, hoor. Wat het eerste originele Belgische papflap zo lekker maakte, was natuurlijk niet de papflap zeg maar. Dat is gewoon degene die het maakte. Degene achter passie, de Belgische papflap. De passie van de bakker. En wij vragen dus onmiddellijk de originele bakker van de Deen uit de bakkerij aan. Want die moet er staan en die weet hoe een papflapje gemaakt moet worden en die weet dat erin moet. We kunnen want niet... Want bij die comeback van die papflappies, er was geen passie, er was puur zakendeal en dat proefde je! En normaal, stel dit als tegenbod, maar dit zou eigenlijk de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. Dat en dit zouden we niet neerzetten. Dat we dit moeten neerzetten, dan schaam ik mezelf af. Dat is een schande. Dat is een schande. Dit misschien... is een schande! Dankjewel. Misschien... Waar ze het al van plan om de originele bakker terug te brengen, dan is er geen probleem. En het is alleen maar, het zijn wandelgangen waar we dat horen. En dan gaan we er gewoon op in. Het derde punt waar de DNA moet voldoen, is... We willen de originele Belgische papflap met de originele grootte en niet zo'n klein kut mini flappie. Ik wil dat mijn handje gevuld wordt! Vul mijn handje! Dat kan voller! Dat kan voller! Dankjewel. Past niet eens in de mond. Nee, dit is lekker gevuld. Die is zo klein, dit kleine hapje. Dank jullie wel.
En dan denk je misschien, is dit genoeg? Nee, wij vragen nog één ding. En dit is nog wel gewoon, kom maar, dit is logisch dat we dit aanvragen. We vragen, en maar je moet ook zeggen, dit is niet eens veel gevraagd. Dit is niet veel gevraagd, dat we dit moeten vragen is vreemd. Maar we gaan het toch vragen voor de zekerheid. Je weet het nooit, Peter, leg het maar uit. Eén ding. En uiteindelijk het belangrijkste ding. Het resultaat. Het originele recept. En dan komen we weer terug op dat hij opnieuw werd uitgebracht. Hier. Het zou mij niks verbazen als hier een ingrediënt gewoon puur speeksel en spuug was. Want zo voelde het als ik het had, een spuug in mijn gezicht. Kijk hoe klein ze zijn. Ik zie ze amper. Mijn handje moet gevuld worden. En waar was die gele room? We willen het originele recept. Alsjeblieft. Ja, 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 ja. En je weet het natuurlijk. Jullie weten het allemaal. Geen gele room. Geen deal. Tuurlijk, dankjewel. Het zal alsjeblieft geen gele room, geen deal. Dank u wel, ga zitten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het komen. Je ging heel snel zitten dit keer ook. Bedankt voor het komen. Dit is ons tegenbod aan deze supermarkt. Het lijkt me best redelijk. En ik denk dat we er gewoon met uit kunnen, uitkomen. Ja, kunnen komen. En dit wordt een realistische manier om die papflappies weer terug te zien, denk ik zo. Ik ben benieuwd hoe die jongens erop gaan reageren. Check de Deen Insta story. Een verhaal noemt je. Iedereen, kom terug. Kom terug, jongens. Oh, kom maar terug. We hebben een mogelijk update. We hebben een mogelijk update. Zijn er nog mensen? Hallo allemaal. Dames en heren, welkom. Tenminste, drieën zijn ze daar. Oh, ze komen terug. Oké, welkom. Lekker zitten. Hier staat op Instagram de story van de Deen Supermarkt. Kom maar door met die 5000 likes. Handen worden geschud! Handen worden geschud! Dus de deal is real! De deal is real! Zegt ze iets over het gele room? Ik zie, dus ze zeggen, kom maar door met die 5000 likes, handen worden geschud. Maar daaronder tekenen ze de foto waar we die 5000 likes moeten halen, denk ik. Ja. En daar zie ik echt een absolute minuscuul papflappy staan die gegeten wordt. Wat? En dat is een mini dingetje. Wordt de hand gevuld? En wordt de hand wordt niet gevuld. Die vingertopjes worden amper gevuld. Dus als er die papflappies zijn, geen deal. Ben, no deal. Zeg eens iets over, hou die likes binnen. Zeg eens iets over het gele room. Wordt er niet gesproken over? Er wordt niet gesproken over gele room. Er wordt niet gesproken over grote dingen. Er wordt niet gesproken over de bakker. Er wordt alleen gesproken op die 5000 likes, dus moeten we dit accepteren. Maar het is wel, er staat 5000 likes, dus het is wel een live reactie. Het is een live reactie en ik zie handen geschud worden ook. Er wordt gereageerd 10 minuten geleden. Dat rustig, ga zitten jongens, rustig. Maar moeten we dit, is dit een... Ja, tuurlijk, sorry jongens. Is dit gewoon een akkoord? Maar ze kunnen niet zomaar het handje gaan schudden terwijl we helemaal nog niet weten wat er gebeurt. Wij hebben het heel duidelijk neergezet. De foto is een heel klein papflappie. We zien een foto met echt een minuscuul papflappie. Die kun je snuiven. Ja. Natuurlijk, het is net als drugs, die papflappies, maar daar ga ik niet aan beginnen. Oké, dat is een snelle reactie dan ik had verwacht. Ja, ik ook. Moet je voorstellen dat die Belgische papflappies echt krijgen. Dat maar je moet je voorstellen, die mensen, die zijn allemaal, ik zie ze allemaal voor me echt zakenmannen, zakenpakken in een conferentie ook. Ja. Die zitten deze presentatie te bekijken en die zijn zo glad. Die zien gewoon het punt over dat hoe klein dit comeback was. En alsnog die foto plaatsen van de meest kleine papflap die ik ooit heb gezien. Ze gaan zichzelf doorheen persen. Ik heb dit niet en als zij glad gaan doen, moet ik helaas ook glad doen. Dames en heren. We moeten... Ja, dank u wel. Ja, natuurlijk, dank u wel. Wat is er? Wat ga je me vertellen? Zij zitten misschien te denken van, waarom gele room? Waarom die originele bakken? Waarom het originele recept? Waarom zijn ze zo sceptisch? En ik wilde dit niet doen, Timon. Maar jij wees me op iets, een detail. Dit is niet... Ja, Peter, ik wilde dit niet zeggen live. Ik wilde het niet te schande maken. Maar we hebben hier te maken met een zakenbattle, heb ik nu. Het was een vriendschappelijk en nu gaan ze echt... Nu gaan ze over het lijntje heen. En dan gaan we eerlijk zijn ook waarom die echte bakker erbij staat. Waarom die echte bakker aanvraagt, de originele bakker van de Deen. Want wat we hier zien, dat kan absoluut niet gebeuren bij een Belgische papflap. Kijk, de linkerhoek, rechterhoek. Die zijn aangebrand. En volgens mij, ik ben geen bakker. Doe je glazuur na
dat hij in de oven is geweest erop. En niet in zijn glazuur en dat nog in de oven. Maar ik kan je dit vertellen. En daarom begonnen de geruchten over de originele in de bakker die bij was. Maar die zou dat nooit en dan ook nooit laten gebeuren dat er iets aanbrandt. Ik heb nog nooit één. Dank u wel. Ik heb nog nooit één verbrand papflapje gezien. Maar deze komt mijn keelholte niet in. Hier zit geen gele room in. Geen gele room. Geen deal. Dankjewel, ja, dankjewel wel. En sorry dat we zo ver moeten gaan. Jongens, we moeten duidelijk zijn. Tuurlijk. En je gaat geen foto's van kleine papflappers meer naar me sturen. Anders schuiven we deze deal van de tafel. Jongens, hou die likes nog in je broekzak. Geef ze nog niet weg, je likes. Want straks eet je dit, hè? Straks ben je dit aan het eten. Wacht eens even. Smaak naar as. Oh, het publiek vond het. Ja. Dan moet ik echt geen zo'n papflappers maken, want dat is nee, gevoelig okay, bij dit publiek. Aangebrand, broer. Hoi liefjes, gaan jullie zo naar bed? Morgen weer naar school, hè? Ja, kusjes, mam. Ja, mam. Oh, ik ben mam, ik ben mijn moeder, ik ben geen koppartner. Oh, ik ben geen toch een koppartner. Wow, toch even door. Hupsakee. Werk de controle, hupsakee. Ik haat moeders, ik ben echt boos daarvan. Ja, dat vind ze jammer. Ze zijn nooit een keer gezellig. Waarom leggen moeders geen eieren? Dat zou ze wel beter maken. Nou, maar sowieso. Hé, hey, ik ga mijn eigen vagina kapot maken. Leg een ei, gast. Leg een ei. Dat is gewoon slimmer. Dat is gewoon slimmer. Maar hoe lang moet ik ze echt gaan voorkouwen? Maar kippetjes die doen het altijd. Die leggen elke dag een ei of zo. Kippetjes zijn lief. Zeg maar, en die doen het gewoon goed. Moeders zouden liever worden daardoor. En ik zie er al uit alsof ik uit de eigen kopen ben. Wat is het verschil nog? Moeders zouden beter zijn als er kippetjes waren. Is dat nog wat je zegt, Timon? Nou, het is... Ja, er zijn meer species die eieren leggen, jongens. Ja, maar kippetjes zijn wel lief. En zou het mijn moeder beter maken? Ja. Als het een pratend kippetje was, was het zelf maar dan gewoon een kippetje. Dat zou goed zijn. Nou, ze blijven in ieder geval wel kakelen. Hè? Dan kunnen ze wel... Kut. Varanen leggen eieren. Doe maar een varaanmoeder... Vraag zijn goed. Wat lul je nou allemaal dat je een andere moeder wil en dat het een ander diersoort moet zijn? Wat lul je nou allemaal slap? Ik zeg alleen dat ze gewoon een ei moeten leggen. Dat is handiger voor zichzelf. Jij gaat echt helemaal fantasy realm in en alles. Ik ben gewoon even aan het dromen. Laat me nou even dromen, joh, gast. Je zit videogames. Ja, je zit voor zijn money zitten doen alsof je in een oorlog zit. Jij bent een volwassen... Je zit een beetje oorlog te spelen als volwassen man. Jij bent een volwassen man. Ik wou dat mijn moeder een verraan was. Dat nou gewoon, man. Jij zit oorlog in spelen met andere volwassen mannen. Waar heb je het nou over? Ja, maar het is toch chill. Ik heb een skelet als gezicht. Dus verraden zijn niet... Verraden moeder zijn niet chill. Mijn moeder een kip was. Misschien heeft ze wel ook van die leuke schoffies zoals in de ja! Dit is toch de dream? Kap gewoon, man. Wat moet ik hier nou, man? Vrouwen eieren zouden leggen, zouden... Mensen deze dan ook opeten. Ja, ze onbevrucht waren, kan je ze gewoon opeten. Dus met kippetjes ook, niks anders. Als er geen haansperma in zit, dan kun je ze eten. Ja, dat vind ik lekker zelfs. Nee, ik vind het persoonlijk niet zo lekker, maar... Ben je geen eierman? Nee, het ruikt naar stront en komt uit de anus. Dat vind ik niet zo lekker, nee. Neem niet kwalijk. De eerste man die hem at ook, die zegt, oh, jongens, ik heb een goed idee, hoor. Nou, ik heb dit zo, zeg maar, probeer, het is echt best lekker. Nee, ik heb dit zeg maar opgegeten en die zegt, wat? Wat heb je gedaan? Je hebt dat ding uit dat vagina van de kip opgegeten. Je spoort niet helemaal. Nee, dat is echt lekker, is hoor. Lekker. Het ruikt werkelijk naar stront. Dan moet je proeven. Ik heb het ook gekookt en ik heb het gebakken. Moet je even kijken. En ik heb een scramble-stijl. Nou, ik wil niet het einde niet spoilen, maar je moet het dus opzoeken. Nee, jezelf... spoil het maar even. Oké, ik ga het spoilen. Brokje in je keel zelfs, joh. Het is... Hey, machtige, sterke, slimme en onoverwinnelijke Timon en Peter. Ik verwacht een nul winstream van jullie. Hey, succes, Tim. Succes, Peter. Je bent lekker bezig. Ik hou van je. Wat? Nee, ik hou gewoon van je. Ik vind je gewoon... Starter? Ik hou van je. Starter is Rosalina. Peter? We moeten beginnen te focussen. Magnet. Ik hou van je. Slaat de stem nou over? Natuurlijk, ja, gewoon hoe kan moment. Iemand van zo'n iemand moment. Houden? Gewoon een mooi moment. Je moet gewoon draaien. Ja, je moet wel als alleen bed als hij eronder is. Oh! Hoorde je dat? Sloeg je stem over? Een structuur. Oh nee, dit is geen structuur. Deze is voor jou, malle makker. We gaan een spelletje spelen. Ja. Let's go dood, trouwen of vrijen met JP, Lucille en Peter. Succes. Oh, dood, trouwen of vrijen. Lekker. Trouwen met Lucille. Ja. Vrijen met JP.
shit. Hij heeft wel een zwoele stem, dat gaat gewoon helpen ook in battle, denk ik wel. Ja, maar om me nou dood te wensen, vind ik ver gaan. Ik ga toch tegen jou een potje. Ik heb geen zin nog. Ah, oké, dan zeg ik dat niet. Ik wilde je ik wilde met je vrijen, maar ik hou je nu wel dood als je zo gaat doen. Dank jullie wel voor de subpies, Chester Bird. Ik word er een beetje emotioneel van ook, ja. Ik moet hier eigenlijk helemaal niet op focussen op deze naampjes ook. Door, weg aan het vragen, ik maak koprolletjes, dat is wat ik doe. Ja, oké, dat is goed. Wow, geen stemmetje. Nee, dat is niet wat er gebeurde. Amahoula. Nee, jij Amahoula. Nee. Maar het is wel leuker dan Animal Crossing nog, hoor. Nee, ik kan ook niet opstaan. Of? Misschien met de grasmaaier, nee, lijkt me dan ook niet. Ja, je moet iets hebben waar je op kan staan. Waar je op kan staan, zo. Ik heb een brok van in mijn keel bijna. Dat is ook een mooi momentje, dit. Ja, dit is wel echt een uniek moment in mijn hele leven voor dit spel. Ja, dit was echt kut. Die is gewoon letterlijk. Gewoon respectloos naar Goro was die echt. Ja, ik wil er niet eens over praten, ik kan er echt boos over. Keel. Zie, je had er niet over ja, moeten praten. Ja, maar ik kan er gewoon boos om worden. Dat is gewoon balen dat je er toch voor ging. Je zei het nog. Is goed. Ja! Oké. Oh, zo. Peter, jeetje. Volwassen man hier aan het werk. Ik wist dat we hadden moeten stoppen net, man. Ik was klaar aan het uitspelen. Ik was echt lekker bezig. Het wordt ook echt zieliger met het uur met jou, joh. Jongen. Klipt iemand dat ook nog even of niet? Of niet. Ja, ik sta ook echt wel lul oh, met jou. Hey, Sverre gaat wel lekker hier. Ik ga even trainen voor als ik straks... Oh ja. Voor als ik het straks wil halen. Hop. Ja, zo. Ja. Zo, echt precies. Groetjes, Roderick. Dat ik dit gratis uitzend. Dat niemand me daarop gecomplimenteerd heeft. De volgende keer doe ik dat. Dat vind ik wel jammer, ja. Niemand heeft even gezegd, dankjewel dat je dit streamt. Dat ik dit wil uitzenden. Want dit kost wel energie van jou ook. Je kan dit ook gewoon naar RTL toe stappen en dan krijg je hier miljoenen voor, Timon. Ja, zo, het spijt me, Peter, maar zeg het. Ik zie hier werkelijk aan. 30 baars op mijn scherm. Kom op, Timon. Ja, sorry. Ik zei dat ik het aangegeven, maar ik verwacht wel dat je een beetje meewerkt. Dankjewel, lekker man. Dat lag niet aan jou. Ik zie je in de chat dat jij nou helemaal druk gaat maken, maar dat is niet nodig. Deze was aan Timon. Ja, het spijt me. Ik ga gewoon... En ik heb het gevoel... Ben ik hier nog wel welkom, want ik... Natuurlijk ja, wel. Maar als hier echt is van 18 steurtjes op je scherm, dan wordt het toch wel even tijd om te snoeren, of niet? Ja, dat is mijn fout. Slecht. Ja, sorry, meneer Erik, ik neem er nog Timo, op. Timo, we zijn er weer nu. Oké, het spijt me. Ja, maar ik heb het gevoel dat je alleen maar hier voor die faam zit, de laatste tijd. Want je kijkt niet meer naar het spelletje, je kijkt alleen maar naar de chat. Hé, hey, zegt iemand mijn naam? Ja, maar tuurlijk, ik ga niet liegen. Ik ga je natuurlijk ook... Timon, laatste waarschuwing. Ik wil gewoon mijn naam. Laatste waarschuwing. Ik gaf je laatste waarschuwing. Je blijft maar brabbelen en ik wil je bijna een time-out geven. Hier ben ik werkelijk nog nooit dood gegaan. Dat is toch een kans voor mij ook. Ik moet me laten. Maar je gaat gewoon door over die aandacht. Maar het gaat nu even niet over jou. Het gaat nu over mijn wereldrecord. Nee, het spijt me. En maar... ik heb 2 fouten gemaakt die ik nog nooit heb gemaakt. Kunnen ze? Ik kan iedereen maar alsjeblieft volgen op Twitter. Dat is nee. Het enige wat ik. Het zou wel leuk zijn, zeg maar. Want dit is zo'n platform voor mij. Ja, tuurlijk, maar dat doe je toch gewoon tussen die. Doe het aan het einde van de stream of aan het begin als je jezelf voorstelt. Het spijt me. Ga door, mensen. Ik zou je niet meer lastig vallen bij het lastige stukje. Maar ik dacht, je hebt zoveel kwaliteiten. Timon, ik wil gek van je. Doorheen, normaal gesproken. Hoeveel tel je er op je scherm op dit moment? Het zijn een stuk of 5. Ik ben Graf Tel. 1, 2, 3, 4, 5. Stil dan! Het zijn natuurlijk allemaal eindbazen. Ja, en dat weet je toch? Dan ga je een beetje lopen mompelen over je Twitter alsof dat nou belangrijk is. Je hebt wel grotere zorgen straks als we het niet halen door jou met onze Twitter. Dan kun je het wel vergeten, die volgers. Kijk nou. Timon, hou nou eens je mond. Ja, dank Peter, u. Super bedankt voor deze stream. Timon, je moet het nu niet gaan verpesten. Peter, laat hem maar links liggen nu. Jij bent nu belangrijk. Ik weet dat Peter het belangrijkste is, maar kom op. Ik doe ook gewoon mijn best. En ik hoop natuurlijk ook dat je het wereldrecord haalt, want het is ook gewoon goed voor mij. En soms is je best niet goed genoeg, Timon. Dus even je best blijven doen ook. Ik wil er nog niet over nadenken. Hier is onze man weer. Door die Timon verlies ik wat interesse in de speedrun. Timon, zie je, je moet niet te veel persoonlijkheid, je moet echt professioneel blijven. Ja, niemand zit te wachten op jouw persoonlijkheid. Ze kijken hier voor professioneel commentaar. Ja, sorry. Ja, okay. Volg mij op Twitter, Timon liggen streepje 69 pussykiller liggen streepje fuck Peter. Ja, volg mij op Twitter.
Heb je dat nu zelf net op de... Zit je daarom op dat mobieltje? Ik dacht, je bent gewoon even aan statistiek aan te achterhalen. Gewoon voor je commentaar of zo. Nee joh, ik ben hier ook niet voor niks, joh. Speel niet voor niks, Crash. We gaan die heerlijke spulletjes weggeven. Squeak, ja, dat dacht ik ook. JS. Dankjewel voor het subscriben. 19991. Oh! Oh. Peter, joh. Wat? Je probeert niet eens te rappen. Wat? Ik voel hem zo hard weer, joh. Lapjeskatten zijn helden. Wil je een feitje weten, Timon, over de lapjeskat? Nou, oh, je gaat echt rappen, dacht ik. Oké. Okay. Ja? Weet je wat? Over die lapjeskat. Oh, jeetje, man! Ze zeggen miauw. En elke lapjeskat is een vrouw. Oh, wat? Is het nog echt ook? Dat is een feitje en een rap tegelijk. En een ziek, man! Timon. Ik weet, dit kan niet, Peter. Dit is te ziek, joh. Ah, die sickos zijn nog steeds bezig, joh. Je kan ook gewoon twee keer opspringen. Ja, maar die was ik heel ziek, hoor. Je kan zeggen wat je wil, maar die was gewoon ziek. Ja, maar met twee passies, rappen en dieren, gewoon gecombineerd. Ja, daarom. Nou ja, dan, ja, het is wel veel goede saus, maar... Een beat voor Petje om te freestylen. Okay. Boom, tjesak, boom, boom, tjak, boom, tjak, boom, boom, tjak, boom, tjak, boom, tjak, boom, niet uit de maat, kom op. Tjak, boom, tjak, boom, boom, tjak, boom, tjak, boom, boom. Nee, je doet het niet in de maat, dat is irritant, ik kan het dan niet. Het is echt een leesbier, wat zegt Qualiptosti? Qualiptosti die zegt, oké, slappe, drop de beat. Oh! Siggo knip, moet ik ook een beat droppen? Ja, zet die beat waar je het voorleest. Wacht tot die dropt, hè. Ja. Kijk, Qualiptosti is deze kut is, hè. Ziggo knipt er regelmatig die internetkabel door. Ja. Maar als een kakkelak gaan jullie er steeds weer voor. Oh. Stik in je pik is wat ik intik. En wat is het nieuwe motto uit Gochem zijn snuit? Zet lekker dat streampie uit. Oh nee, zet lekker... Oh, die was ziek! Oh, dat zei ze niet. Nee. Oh. Peter, jou echt wel... Echt, jij maakt er nog wat van. Je krijgt ja, echt was een... niks. Je krijgt echt een kut lyrics krijg je. En jij maakt er nog een zieke lijn van, joh. Je herschrijft gewoon terwijl je het aan het doen bent. Ja, dat is freestyling. Oeh, Peter, joh. Ik krijg er helemaal warm van weer, joh. Heel ziek. Hij zit er niet met zijn poepie bij. Nee, die is helemaal met andere dingen bezig. Peter, deze is voor jou. Je kan niet eens zo heel goed rapen. Gast. Hopelijk was dat een grap. Hopelijk was dit even eerlijk nu. Waarom niet iedere dag... Peter? Pik je dat? Wacht, man. Oké, dus ik kan... Hij gaat hem aan je geven. Ik kan niet rappen. Oké, ik kan niet rappen. Hij gaat hem aan je geven, had je niet moeten zeggen, gast. Dit had je niet moeten zeggen. Dit had je niet moeten zeggen. Oh, dat we dit gaan meemaken. Nee, joh. Nee, je had het niet boos moeten maken. Je had het niet boos moeten maken. Oh, geef hem. Geef hem. Oh! Ik kan niet rappen, gast! Hij kan niet rappen! Dit is 1-0. Dit is 1-0, toch? Dit is 1-0. Normaal gesproken 1-0, joh. Dit zeg je niet. De volgende keer in de lolligste lekker spelen momenten. Yo, yo, yo. En vandaag is het tijd voor de dierenquiz. Had je een hele wc-bril ingenomen, dat maakt niet uit, dat is niet van mijn pup. Vind je geinig, de stem is toch echt leuk? Ja. Ik zat in de droomvlucht en ik werd een beetje misselijk. Wat? Misselijk in de droomvlucht? Hoe zielig ben je dan?